maar liefst 85 keer voor in het regeerprogramma. Maar toch wordt er juist op het hoger onderwijs en onderzoek flink gekort. Tijd voor een brandbrief aan het kabinet. En twee van de ondertekenaars zitten hier op de bank namens VNO-NCW, de grote bedrijven dus, en namens de universiteiten. Zijn jullie hier samen om te zeggen, ja, dit kan zo niet? Wat is de belangrijkste boodschap van die brief, Casper van den Berg? De belangrijkste boodschap van de brief is eigenlijk innovatie, onderzoek, onderwijs, die helpen onze economie vooruit. Als je kort op die posten, dan kort je eigenlijk op de innovatieve banen van de toekomst. En daarmee staat eigenlijk het verdienvermogen van de toekomst op het spel. En niet alleen de wetenschappers en de studenten die zien dat in, maar ook dus ondernemers, eigenlijk de motor van onze economie, die zeggen van wij willen dat in de toekomst blijven zijn en blijven doen. Maar daar hebben we wel een goed klimaat voor nodig waarin innovatie en goed onderwijs centraal staan. Snapt u niks van deze bezuinigingen? Nee, eigenlijk niet, want je bezuinigt op de toekomst van ons land. Ja, dus onderzoek en onderwijs, dat zijn echt de basis uiteindelijk voor nieuwe bedrijvigheid. Hè. Er is een heel groot verschil ontstaan de afgelopen 25 jaar tussen bijvoorbeeld de rijkdom van de Verenigde Staten en Europa. Dus eind jaren 90 waren we nog ongeveer even rijk. Inmiddels is de VS 30% rijker. Dat heeft alles te maken met die nieuwe innovatieve, die techbedrijven die daar door zijn gebroken, allemaal op basis van onderzoek. Nou ja, en ook moeten we natuurlijk, omdat we vergrijzen, met steeds minder mensen straks de welvaart van Nederland verdienen. Ook daar heb je onderwijs en onderzoek juist voor nodig om de arbeidsproductiviteit, zoals dat dan heet, dus de hoeveelheid werk die we per werkende mens zeg maar verzetten, om die omhoog te krijgen. Ja, en daar, dat blijkt ook uit onderzoek, de motor daaronder is onderwijs en onderzoek. Ja, dus als je daarop gaat bezuinigen, ja, dan bezuinig je op de toekomst van ons land. Zullen we even kijken naar Eppo Bruins? Want die besnapt de zorgen die er allemaal zijn, maar hij verzekert dat hij niet met de botte bijl wil bezuinigen. Alsnog kun je wel kijken hoe vul je dat dan precies in. En dat probeer ik wel op een hele verstandige manier te doen. Ja, waar zit de rek, denkt u? Nou, de rek zit hem niet in de getallen, maar je kunt wel kijken waar doen dingen echt heel erg pijn en minder pijn. En ik ben met de sector aan het praten van ja, hoe kunnen we daar verstandige keuzes maken? En ik probeer ook echt goed te luisteren. Ja, verstandige keuzes maken, zegt de Eppo Bruins hier, Casper van den Berg. Wat is volgens u dan die verstandige keuze die er gemaakt kan worden met wat minder geld? Nou, voor de universiteiten is het van heel groot belang dat deze bezuinigingen gewoon niet doorgaan. Maar helemaal niet. Ja. Ook niet als er moet ergens bezuinigd worden. Zegt u ja, dan niet bij ons. Klopt, er moet ergens bezuinigd worden. Als dat je standpunt is als kabinet, dan moet je heel goed kijken waar je dat doet. In deze sector weten we dat eigenlijk elke geïnvesteerde euro op lange termijn gemiddeld 2,5 euro opbrengt voor de samenleving, voor de schatkist. Dus daarom is eigenlijk dit type bezuinigingen is niet een besparing, maar kost je geld op de lange termijn. Maar ben ik cynisch in getijs als ik dat heel veel sectoren hoor zeggen? U mag prima bezuinigen, maar niet bij ons. Nou, ik noem dit geen sector. Nee, dit gaat echt over de basis van onze samenleving. Ja. Het geld dat we steken in onderzoek en in onderwijs, waar uiteindelijk de hele samenleving van profiteert, wat ongelooflijk belangrijk is voor de toekomst van ons land. Dus ja, weet je, dit moet gewoon opgelost worden. En een van de grote problemen in Nederland is dat als het gaat over het in elkaar knutselen van onze begroting voor ons land, de rijksbegroting, de spelregels die we daarbij gebruiken, die gaan ervan uit dat een euro die je stopt in onderwijs of in onderzoek, dat die, ik zou maar zeggen, weg is, dat die niks oplevert. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat dat wel zo is. Dus daar zit ook een fundamentele fout in, nou, wat dat betreft, hoe we de rijksbegroting maken. Ja, toch, Casper van den Berg, zijn er de afgelopen jaren ook veel euro's verdwenen in dat onderwijs waarvan mensen zich wel afvragen wat daarvan terecht is gekomen. Dat het veel bij koepels is beland, dat het veel in stenen terecht is gekomen, dat er geen leraar meer voor de klas staat door die extra euro's. Dus hoe maakt u zo hard dat dat geld daadwerkelijk goed terechtkomt dan? Ja. Nou, er is inderdaad onder het kabinet Rutte 4 flink geïnvesteerd, ook in het hoger onderwijs. En dat was eigenlijk om reparaties uit te voeren van structurele onderbekostiging die in de jaren daarvoor waren opgetreden. En daar beginnen we nu een beetje de vruchten van te plukken. Dus meer onderzoekstalent aan kunnen trekken, meer innovatief baanbrekend onderzoek kunnen doen. Moet je denken aan medicijnontwikkeling, moet je denken aan technologische doorbraken. En eigenlijk beginnen we daar dus de vruchten nu van te zien. En dit kabinet zegt eigenlijk, die investeringen die toen gedaan zijn, we nemen nog een groter deel dan wat er toen bij kwam, nemen we nu weg. En dat betekent dus dat je helemaal terug bent in die situatie van
van structurele onderbekostiging ook... voor een sector die voor Nederland zo belangrijk is. Het is contractbreuk toch ook eigenlijk? Omdat het kabinet op papier zegt heel veel ambities te hebben op het gebied van onderwijs. Je ziet dat kinderen, als het gaat over leesvaardigheid en rekenen... nou ja, ik zie dat van dichtbij nu, ik heb een klein kind... dat dat echt niet goed gaat. En zij zeggen, we willen je daarin juist investeren als het om scholieren gaat... en we willen het lerarentekort wegwerken. Hoe kan dit dan? Dit is niet wat beloofd is. Nou ja, dat is wat wij onbegrijpelijk vinden aan deze bezuinigingsplannen. Dat aan de ene kant innovatie inderdaad 85 keer genoemd wordt. En het is belangrijk dat we de jeugd goed opleiden. Kansengelijkheid, daar hebben we de mond van vol. Maar eigenlijk als je dan naar de financiële paragraaf kijkt... dan gebeurt het tegenovergestelde. Maar goed, en dan toch, als we dus toch ergens moeten bezuinigen... want we zitten niet meer zo ruim in het geld als we voorheen zaten, Ingrid Thijssen. Waarvan zegt u dan, ziet u een andere mogelijkheid... zeg maar, waar dat geld dan gehaald kan worden? Zegt u, nou, dat kan wel wat minder. Nou, ik vind dat er eigenlijk heel zwaar op de trom geroffeld wordt... dat we zouden moeten bezuinigen. Sowieso is dit bezuinigen op je toekomst. Maar we hebben ook, weet je, jaar op jaar begroten we eigenlijk niet helemaal juist. Hè? Dus we houden jaar op jaar houdt Nederland geld over. Dus we bezuinigen steeds te veel eigenlijk. Hè? Of in de afgelopen jaren was het vooral dat we te veel extra belasten. Dus ik denk dat daar ook gewoon nog eens even naar gekeken moet worden. Dus verkeerde prioriteiten eigenlijk, zegt u. Ja, want... Nou ja, nee, ook kijken naar, ben ik eigenlijk gewoon goed aan het begroten? Ja, en dit is ook, en er is ook, onze staatsschuld is ook extreem laag. Hè? En daar wordt natuurlijk vaak van gezegd, ja, nee, maar als die hoger wordt, dan dragen we een schuld over aan de volgende generatie. Maar dit is pas een schuld. Maar maak dat eens harder, zegt u niet eigenlijk... Niet goed opgeleide jongens en meiden, maar, dat is pas een schuld. Toch even, maak dat eens harder. Zegt u eigenlijk, ons financiële beleid van de afgelopen jaren zit slecht in elkaar? Nee, dat zeg ik niet. Maar wat wel is, is je maakt natuurlijk een begroting op basis van prognoses, voorspellingen, wat er gaat gebeuren aan uitgaven en inkomsten voor de overheid. En dat is gemiddeld de afgelopen jaren, zat onze overheid toch daar 10 miljard mis per jaar. Ja, dat is op een gegeven moment ook natuurlijk niet meer te dragen, zou ik bijna zeggen. Daardoor zie je die staatsschuld ook eigenlijk alleen maar dalen. Ook door de inflatie. Wat we bij de universiteiten zien is dat daar structureel 1 miljard op bezuinigd gaat worden. Terwijl we ook zien dat in het eerste halfjaar van 2024 8 miljard onderbesteding is geweest. Dus meer begroot dan eigenlijk weggezet is. En daar moet je natuurlijk goed naar kijken. Als dat jaar op jaar gebeurt en de verwachting is dat het volgend jaar nog meer zal zijn, dan gaat het toch iets niet goed in hoe je begroot. En dus die brandbrief waar jullie mee komen. Hoe komt zoiets eigenlijk tot stand? Ik vind het hele fenomeen brandbrief fascinerend. Hoe gaat zoiets? Gaan jullie dan samen zitten en zeggen, het is tijd voor een brandbrief? Of hoe gaat dit? Nee, dit is echt helemaal van de bodem opgekomen. Een van onze hoogleraren aan de UvA, die zat om de tafel met een paar CEO's van echt kennisintensieve bedrijven. En heel veel grote bedrijven hebben dit ook ondertekend. Hè? Tegen de 40 bedrijven en dan echt ook de kennisintensieve bedrijven, die vinden dit belangrijk. En die hebben hun naam daaraan verbonden. Maar dit is dus eigenlijk een vrij spontaan idee van een hoogleraar die een paar CEO's kende en zei van hier moeten we de aandacht op vestigen. En zo is het groter geworden. En dat is dus de samenwerking. Maar mevrouw Thijs, ik heb u al wel vaker brandbrieven zien schrijven. Het regent zo vaak doen we dat toch? Nou, maar het regent tegenwoordig brandbrieven in Den Haag. De Malitor heeft toch wel gewoon een template brandbrief, of niet? Brandbrief. Nee, zeker niet. Nee, wij zijn eigenlijk, heel zuinig daarmee. Juist omdat, als je het hele tijd doet, heeft het ook geen effect meer. Dus gelukkig ben ik vaak weer welkom, maar zo vaak doen we dat niet. We gaan hier straks nog verder over praten, maar we gaan eerst nog even naar jou, Fidan. Want burgers die